Dag Pamela, jij bent de voorzitter van de jury van de Miss Drag Queen verkiezing van Miss De Panne. Het is 2e jaar op rij, denk ik. Hoe komt dat als ze jou gevraagd hebben voor die functie? Well, ik ben eigenlijk een hele goede vriendin van de organisatrice, de presentatrice op podium, ons Nicole de Knok. Wij werken al jaren samen. Ik heb haar eigenlijk leren kennen. Ik had dringend een gastartiest nodig in mijn eigen groep Cabaret de Bruges, die eigenlijk al twee jaar niet meer bestaat. Maar zo heb ik haar leren kennen. We treden al jaren samen op in elk cafeetje, feestzaal, sportzaal, braderij. En over 2 jaar vroeg ze mij... Van, zou je het zien zitten om volgend jaar Miss Drag Queen De Panne de voorzitter te zijn van de jury? En vorig jaar heb ik dat dan gedaan, voor de eerste keer. En met succes, moet ik zeggen. Wel, waar dat de jury vooral op let, zoals altijd, is make-up. Make-up is heel belangrijk. Ook lipping. Ik vind de kostumering... De ene travestie kan daar 3000 euro aan geven, de andere kan daar 500 euro aan geven. Ik vind niet dat dat de waarde bepaalt van hoe goed een artiest is op het podium. Maar als je iets brengt en je kent de tekst niet, of je legt er geen gevoel in, dan ben je in mijn ogen een mindere travestie dan iemand die daar in een heel goedkoop kleed staat van de CNA, bij wijze van spreken, maar haar tekst, haar performance... perfect brengt op podium. Dus vooral daarop. We hebben natuurlijk ook een hele grote artiest in onze jury zitten en dat is onze pruikenmaker van Amsterdam. Hij is een echte kunstenaar, die maakt hele grote haartooien. Dus die zal wel ook letten op de pruiken. Daarom moeten ze niet bij hem gekocht zijn. Hij zat er vorig jaar ook in, heeft dat ook heel super gedaan. Er waren er met pruiken van John, er waren er zonder pruiken van John. Maar het haar moet wel goed zitten. Dus daar wordt er ook op gelet. Er zit ook altijd een leek in de jury, wat ik heel super vind. Het is eigenlijk de enige travestie verkiezing waar er een leek in de jury zit, die totaal niks te maken heeft met shows, die uiteraard wel wekelijks of om de 2 wekelijks naar een show gaan kijken, maar die op totaal geen enkel vlak in de showbiz zit, die eigenlijk ook beoordeelt van dit vind ik leuk, dit vind ik minder leuk. Dus dat is eigenlijk ook wel heel super aan onze jury. Ja. Je bent zelf al enkele jaren bezig als drag queen. Hoe lang en waar heb je al overal opgetreden? Wel, ik ga eerst iets verifiëren. Een drag queen, eigenlijk is dat een beetje een misplaatste naam van de verkiezing. Een drag queen, dat is eigenlijk een discotheek queen. Hele hoge pruiken, hele hoge schoenen, hele hoge make-up, lange nagels, overdreven blush. Een drag queen, ook altijd heel sexy gekleed. En dan heb je ons, een show queen. Wij proberen eigenlijk een imitatie neer te zetten van een artiest, van een persoon op podium, een vrouw. En wij gaan meer letten op imitaties. Dus hoe is Cher gesminkt? Hoe is Madonna gesminkt? Brengen we Madonna, dan doen we een pruik van Madonna. Een drag queen gaat er eigenlijk altijd over. Dus dat is het eerste. Wel, ik sta nu 12 jaar in het vak. Ik heb met La Vie en Rose, dat is een Nederlandse groep, een supergroep eigenlijk. Heb ik 2 jaar Duitsland rondgetoerd. Die hebben mij enorm veel bijgeleerd qua make-up, qua pruiken, dergelijke. Nu ben ik freelance bezig. Ik sta in Nederland, sta in België, ik sta in Frankrijk. Ik woon ook in Roeselare, dat is niet zo heel ver van de Franse grens uiteindelijk. Ik sta een beetje overal. Natuurlijk, hoe verder dat ik sta, hoe meer dat mijn prijs is. Maar ja, dat is van iedereen zo. Ik sta een beetje overal, in een café, in een feestzaal, in een grote zaal. Als een ambiance maar in zit. Voor mijzelf, de transformatie. Als man, ik ben eigenlijk redelijk kaal. Als man probeer ik zo vaak mogelijk in een hoekje te kruipen en niet te veel op te vallen. Wanneer ik als dame binnenkom, wil ik dat heel het café of heel de zaal of heel de braderij mij gezien heeft. Ik wil opvallen, ik wil statements maken en dat is een heel andere persoon die tot leven komt. Het is heel raar en ik denk dat niemand zo'n gevoel heeft, behalve wij, omdat wij in een andere persoon kruipen. Acteurs hebben dat eigenlijk ook, hè. Ja, die kunnen ook veel hardere en grotere...
doelstellingen bereiken met een beetje make-up en in een rol gestoken te worden. Hè. Ja. Ik ga voor mezelf spreken. Voor mijzelf is het een andere persoonlijkheid. Gaat Bart en gaat Pamela. En Pamela maakt altijd feest, altijd plezier, ambiance ten top. Bart is eerder een beetje terughoudend, afwachtend van wie wat. Maar als Pamela kan ik de hele wereld aan, echt wel. Ja. Oké, wel twee dezelfde mensen. Lichamelijk, ja. Uiterlijk vertoon niet. En geestelijk eigenlijk ook niet. Het ligt toch anders. Wij zijn een personage die vooral enorm leven op het moment. Wij weten nooit wat er komen gaat. We weten nooit hoe dat iemand gaat reageren. En wij moeten daar altijd enorm rap op inspelen. Tak, 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 tak. Dus op dat vlak is het wel anders dan een ingestudeerd rolletje voor de camera voor thuis bijvoorbeeld. Ja, dat klopt wel. Hartelijk bedankt voor dit interview. Ik hoop van u terug te zien op de finale. En heel veel succes nog, hè? Ook in uw eigen carrière. Oké, dank u wel. En u ziet mij zeker terug als voorzitter van de jury. Dank u wel.